hoe moet het nu verder? Met de verdediging van ons land. En mijn vrouw keek me aan en deed onmiddellijk de tuinmuur op slot. Dat kan ik me nog goed herinneren. En wij hadden verwacht, nou ja, er komt een power witte mannetje of acht, wordt eraan besteed. Helemaal niks, helemaal niemand. Geen gelukstelegram van Taliban en Al-Qaeda. De NAVO maakte zich geen zorgen. Helemaal niks. Ongeveer een half jaar geleden zag ik onze koning inmiddels, die afstand gedaan had van zijn verdedigende taken in een cafeetje ergens in Rusland. Met de aanstichter van Wereldoorlog 3 het glas heffen. Toen dacht ik, alles heeft met elkaar te maken. Want ook kon ik mij nog goed herinneren hoe hij tijdens de damschreeuw in 2010 in het gala-uniform van de marine bij de herdenking op de Dam stond. Een witte pet met een zwarte klep, sabel had hij hier zo hangen. En ze stonden daar en toen opeens was het... En ik dacht, nu gaat hij zich profileren. Nu trekt hij het sabel uit de schede. Hij roept, en garde! Het volk schaart zich achter hem. En ze rukken op naar de Dam schreeuwen. En ze reiken aan het sabel. En in triomf lopen ze naar de eerste beste shawarmazaak om hem daar tegen het vuur aan te zetten en kleine stukjes af te snijden. Maar nee. Op een holletje maakten ze dat ze wegkwamen. Dat sabel, dat bungelde hier zo tussen zijn benen. Hij heeft nog een klein sneetje hier met de balzak opgelopen. Dat is nog met Argentijns speeksel gehecht. Hoe voelt onze koning zich? Dat is mijn thema van vanavond. Hoe voelt onze koning zich? In 1969 maakte ik deel uit van een cabaretduo. Dat heette Nederlands Hoop in Bange Dagen. Misschien zegt het u nog iets. Misschien. Ik ben nog een van de weinige overlevenden van dat duo. En wij hadden opgetreden in Zeeland, op Zuid-Beveland, in Katendijken, geloof ik. Waar Balkenende vandaan komt, daar ergens in de buurt. En we waren op weg naar Walcheren, want we moesten de volgende dag in Aagtekerken optreden. Het was nog niet allemaal carré, want de klok sloeg in die tijd. En Bram die moest naar het hotel wat hij had. Er was Volleyball International, die moest... 3 dagen later geloof ik in Interland tegen Turkije spelen, ergens. In een plaats, in een mijnstreek, ergens in Turkije hadden ze een toernooi onder de grond georganiseerd. En dat is de dwang van de actualiteit. Je moet je dan even meenemen, ik kan er ook niks aan doen. Soms is die leuk, soms is die vervelend. Dus wij brachten Bram naar het hotel en ik denk, ik ga nog even een afzakkentje nemen. In Vlissingen. De cafés in Zeeland gaan om 6:45 dicht. Maar er is één kroeg in Zeeland. Die is 24/7 open. Nou, het is niet echt een kroeg. Het is een sociëteit. Het is de sociëteit van het Vlaams Loodswezen. Het KVL. Koninklijk Vlaams Loodswezen. En ik bel aan. 1:00 s'nachts. 1:15 s'nachts. En ik bel aan. En het luikje gaat open. En de portier vraagt. Was een sociëteit. Wie is daar? Ik zeg. Ik ben Nederlands Hoop in Bange Dagen. Hij zegt. Kom gauw binnen. Ik naar binnen, wat niet meeviel, want het was een verdomd klein luikje. Ik naar binnen. Ik kom een gelagkamer binnen en aan de toog ligt op zijn linker onderarm te slapen een loods, een Vlaamse loods. Ik loop naar hem toe, ik tik hem wakker, hij schrikt op. Ik zeg tegen de man, waar is hier de wc? En hij staat op en hij zegt tegen mij op zijn West-Vlaams, kijk, ga u een keer gaan wijzen. Ik zeg, is het zo ingewikkeld dan? Hij zegt, hoezo is er nou dat er een loods mee moet om mij naar de wc te brengen? We staan even later naast elkaar te plassen. En voor mannen is dat een soort lakmoesproef. Als je naast iemand in een pissoir staat, die je nog nooit eerder gezien hebt, en de straal loopt gewoon door, dan weet je, er bestaat een mogelijkheid om vrienden te worden. Daarom zul je als bejaarde ook nooit meer vrienden maken. Even later lopen wij terug naar de gelagkamer en we drinken wat, we praten wat, we drinken wat, we praten wat en we drinken nog wat en we praten nog wat. En opeens zegt die Vlaamse loods tegen mij, kijk, ga u een keer het verschil uitleggen tussen schepper en loods.
Hij zegt, ga schepperen. Dat je schepperd heet. Dat je bijvoorbeeld een bootje aangevormd. En dat je niet verder kunt, omdat er onder water een bultje ligt dat je van bovenaf niet kunt zien. Omdat het water eroverheen ligt. En dat je dan door wil, maar je kunt niet. Omdat de boog die steekt te diep. Je moet terug en een beetje naar rechts om te kijken of je vooruit kunt. Maar je weet niet hoe breed het bultje is. Dus je kunt er wel een stuk of 8 keer tegen aanvaren. Maar ja, je komt niet verder heen. Omdat je, dat schipper mag je ook loodsen. En dan kun je van tevoren in de boeken studeren. En dan kun je in de boeken kun je kijken van tevoren hoe breed dat bultje is. En dan kun je eromheen gaan. Dat is loodsen. Dat is loodsen. Vond een goed verhaal. En ik hoor u lachen, maar het is ook voor de rest van je leven interessant. Schipperen. En ik zeg, mooi verhaal. Neem iets van mij te drinken. Hij past in huil uit. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, mijn huwelijk is op de klippen gelopen. Ik zeg, hoe kan dat nou? Nou zegt hij, ik dacht er aan schepper, maar het is toch een kwestie van loodsen. We praten door, we drinken door. En opeens valt hij als een blok hop op die linker onderarm in slaap. En ik praat nog wat verder met de barkeeper. En opeens gaat de telefoon, die barkeeper, weg. En ik kom na 5 minuten terug met zo'n boei. Nou, ik had het zelf nog nooit gehoord, echt waar. Opeens denk ik, oh ja, een boei. Nee, maar dat neemt het publiek toch voor me in, moet ik eerlijk zeggen. Dank u wel. Nee, maar ik ga hem uitwerken thuis. En hij komt terug met zo'n boei. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, er is een schip onder Panamaanse vlag op de Reden van Vlissingen gearriveerd. Met een levensgevaarlijke lading nucleair afval aan boord. En het schip dat moet als de sodemieter naar Antwerpen om het afval te laten verwerken. Maar ja, er is hier geloosd. Die liggen allemaal op één oor in de seniorenstad. En er is er hier één en die ligt op één oor op de bar. Wat gaan we doen? Ik zeg, laat mij maar even. Dus ik schud mijn vriend wakker. Ik vertel hem dat hele verhaal. En ik zeg tegen hem, denk je dat je dat aan kunt? Hij zegt, geef mij een keer kop koffie. Dus ik bestel een kop koffie. Ik gooi dat in zijn gezicht. Daar knapt er niet van op. Er stond zo'n vaasje met zakjes melkpoeien. Daar scheurde ik er 2 van open. En ik leg zo 2 lijntjes zo op de toon. En die snuift hij zo naar binnen. En dan kon er echt. Hij kon er goed tegen. Ik zeg tegen hem, succes. Hij zegt tegen mij, gij gaat mee. Ik zeg, laat mij er alsjeblieft uit. Hij zegt, gij gaat mee. Ik denk, nou ja, als ik mentaal kan steunen. Vooruit. En even later deinen wij met dat loodsbootje naast dat reusachtige schip. En dan pas zie je hoe klein een loodsbootje is en hoe groot een schip. Oh, ongelooflijk. En we lagen er vlakbij en we hoorden dwars door de scheepswand heen, hoorden we dat nucleaire afval borrelen. Dat was angstaanjagend en er werd een touwladder overboord gesmeten en wij klommen er boven 365 treden. 366, het was een schrikkelschip. 366 treden. We werden over de reling aan boord gehesen. En die loods die zegt tegen mij, ik ga een keer de patat afgieten. En die verdwijnt linksaf naar de wc. En ik van meegedrukken de brug op. Ik ben nog nooit op een schip groter dan een kano geweest. En opeens sta ik op een brug, tweede stuurman. Streng kijken, zwarte pet, baard. Gewoon een uniform aan. Een matroos staat er achter het roer in een matroze pakje. En er staat een kapitein. Drie keer kapitein Haddock in het kwadrat. En die komt naar me toe en die zegt tegen mij: de fuck to Antwerp! De fuck to Antwerp! Ik zeg: I'm Dutch, hope in English days. If you fancy a joke, I can tell you what. Als je van een mop houdt, kijk, want mop, ik ben niet zo van moppen, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar goed, als het moet. Hè, want ik weet niet of je nog kunt herinneren, een aantal maanden geleden zat ik bij Paul en Witteman. Toen zegt Rita verdomd tegen mij, vertel eens een mop. Voorafgaand door, je bent toch cabaretier. Ik zag dat verband niet van die twee, maar ik dacht, ja, laat ik weer eens een mop vertellen. Dus ik, Rita verdomd, kom bij de dokter. En die zegt tegen de dokter, als ik hier druk, doet het pijn. 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 En als ik hier druk, doet het pijn. Wat is er aan de hand? Nou, zei die dokter, waarschijnlijk heeft u uw wijsvinger gebroken.
Maar struikelt een oud vrouwtje op straat. Rita Verdonk helpt er overeind. Ze heeft pijn en ze moet huilen. Rita Verdonk troost haar. Het gaat allemaal goed. En tot slot zegt Rita Verdonk: nou gaat u waarschijnlijk wel op me stemmen. Waarop dat vrouwtje zegt: ik ben op mijn knie gevallen, niet op mijn achterhoofd. De zoon en de dochter van Rita Verdonk zitten allebei aan tafel bij de lunch. En die zoon zegt: wat is het verschil tussen theorie en praktijk? Nou zegt die vader: dat ga ik je proberen uit te leggen. En hij vraagt dan aan Rita: zou je met de buurman op bed willen? Nou zegt Rita: de kinderen zijn erbij. Hoe kan je nou zo? Nee, maar even voor de... Zou jij met de buurman? Nee, natuurlijk niet, zegt zij. Nou, zou je het voor een ton? Nee, natuurlijk niet, zegt hij. Zou je het voor twee konijnen? Hoe kom je erbij? Zou je het voor een half ton? Wat kom je er nou bij? Zou je het voor één? Ben je gek? Nou, voor 2,5 miljoen gaat Rita door de knieën. Voor 2,5 miljoen euro. Zelfde vraag aan de dochter. Die gaat voor 3,5 miljoen euro door de knieën. Nou zegt die vader dat hij zo goed opletten. In theorie hebben we 6 miljoen op de bank staan. In de praktijk zitten we met 2 hoeren in huis. Rita Verdonk wil op de tram stappen in Amsterdam. Maar ze haalt die train niet. Ze haalt hem, ze heeft een strak kokerrokje aan, maar achterin zit een rits, die doet ze een beetje omhoog. Maar ze haalt hem nog niet. En ze doet die rits nog iets hoger, maar ze haalt het nog niet. En voor de derde keer, en een man achter haar, die geeft er een gooi. Ze zegt: kalm aan een beetje. Waarop die man zegt: moet jij zeggen, je hebt net mijn gulp 3 keer open gemaakt. Ik kan me nou even niet meer herinneren, waren we met iets anders bezig? Oh ja, die kapitein zegt... Die staat er en die zegt: de fuck what? En ik kijk zo naar die tweede stuurman en die staat een beetje streng naar me te kijken. En die geeft met zijn ogen te kennen: doe nou iets, anders gebeuren er ongelukken. Dus ik geef die matroos een klap op zijn bibs. En die draait zich een beetje burgemeester van Maastricht achterom. En ik zeg: de fuck nou Oeganda jij? Ik pak dat roer. En die tweede stuurman die geeft mij te kennen dat dat de juiste handeling is. En op dat moment komt die kapitein terug. Die had uit een laadje een pistool of een revolver. Ja, een revolver is zo'n ding dat ronddraait. Had een pistool gepakt en die zet dat op mijn linkerslaan. En daar stond ik. Aan boord van een kolossaal schip. Ik heb nooit groter dan een kano gevaren. Een roer in mijn handen. Voor zich strekt zich uit de Westerschelde. De verraderlijkste zeearm ter wereld. Geen kapitein zou zich zonder lol slaan. Iets verderop in het noorden, de kerncentrale van Borselen. Iets verderop in het zuiden, de kerncentrale van Doel. Daartussen in het nauw van Bad. Als dat nucleaire afval gaat fuseren met het verrijkte uranium, dan ontstaat er een milieuramp die zijn weerga in Europa niet heeft. Ik heb geen enkele theoretische kennis. Ik heb geen enkele praktische ervaring, maar ik moet. Nou, zo voelt koning Willem-Alexander zich op in. Nou, laat ik u. Ik ben kort geleden, dat vind ik wel leuk om te vertellen. Kort, ik hou er daar helemaal niet van. Ik ben de vlees geworden, bescheidenheid. Maar goed, men vond dat nodig. En om daar dan niet naartoe te gaan, dat is ook lullig. En iemand die daar achter de présence gaf. En wat ik wel verrassend vond, omdat het een ruwe pit is. Iemand anti-establishment. En dat was natuurlijk een bourgeois aangelegenheid van heb ik jou daar. Dat was Theo Maassen. Theo Maassen die deed daar iets en die begon behalve mij eren, was ook af en toe een beetje zo'n steek onder water. En die zei dan, ik had kort ervoor een interview gegeven waarin ik mij vergeleken had met Shakespeare en Picasso. Toen zei Theo, nou dat klopt eigenlijk wel, want die kunnen ook niet zingen. Ja, ik merk ook aan uw gelach. Kijk, dat had ik nou van Theo niet verwacht. Dat noem ik vooroordeel bevestigende humor. Waar Joep van Dijk groot mee geworden is. En dat is zeg maar de mensen geven wat ze willen horen tot in het oneindige. Want daar krijgen ze niet genoeg van. En het is hem van harte gegund. Maar ik wens, en dat had ik Theo zeker verenigd, meer van de scherpe kantjes. En ik zat bij Theo een klein beetje te wachten op het moment waarop hij, want hij heeft het altijd, zeg maar, hij haalt zijn...
zijn metaforen, zijn vergelijkingen, die mag hij graag tussen de benen van de vrouw weghalen. En ik zat daar een beetje op te wachten. En mijn geduld werd niet echt op de proef gesteld, want na 5 minuten had hij het al over vingeren. En vingeren, dus in de zin van hoe een vrouw met behulp van een vinger, of meerdere vingers, dat is geheel. Je kan het ook met de hele hand, of met de knokkels, of met de achterkant, of desnoods met de muis, dat mag ook. Wordt niet vaak gedaan, anders had het wel muizen gegeten, maar beroert zij zeg maar dus een deel van de vagina, meestal de hooggelegen clitoris, om door een bepaalde ritmische herhaling tot een hoogtepunt te komen. En uit onderzoek is gebleken, dat was Theo's punt, dat de vrouw dat zelf het beste kan. De mannen moeten daar met hun fikken van afblijven. En dat is mij al heel vroeg te verstaan gegeven. En ik heb er bij neergelegd. Maar dat. En hij zei dus, vrouwen die kunnen dat veel beter zelf. En ik zei, toen zei Theo, ik sta hier nou wat moppen te vertellen. Maar eigenlijk zit Freek in de zaal met het idee van, eigenlijk kan ik dat beter zelf. Dat was zijn vergelijking. Nou ja, dat zorgde verder nergens op. Maar ik ben toen even na gaan denken, wat heb ik zo in de loop der jaren aan, laat ik het pikanterieën noemen, maar het zijn eigenlijk grofheden, gedebiteerd. In 1973 speelde hij een programma Nederlands Hoop Express. Daar had ik het over een vrouw van lichte zeden. Die heette toen heel anders in mijn terminologie. En die had haar benen genummerd, want dan kon ze ze beter uit elkaar houden. Ik zou hem nu niet meer durven maken. Maar in 1980, als ik alleen kwam, het goed los. Toen kan ik me herinneren, toen was in die tijd was alles open. We zaten aan tafel, vrouw, kinderen en ik. En we aten zuurkool met worst. Ik sneed de worst aan en ik zei tegen mijn kinderen, papa onaneert weer. En er viel een pijnlijke stilte totdat mijn dochter zei, pap, wat is onaneren? Nou, ik had zo'n doei. Maar gelukkig, mijn vrouw is heel vrij. En die zei tegen haar, nou papa trekt zichzelf af. Oh, kwam mijn zoon weten, wat trekt hij dan af? Zijn mijn vrouw zijn geslachtsdeel. Oh, zijn mijn dochter zijn geslachtsdeel. Niet alles. En toen wou mijn zoon weten, waarom doet papa dat? Nou, zei mijn vrouw, dat doet papa omdat hij dat lekker vindt. Oh, zei mijn dochter, dan zal het wel slecht voor zijn tanden zijn. Toen zei mijn zoon, als jij onaneert, mogen wij snoepen. En op zeker moment was het zo ver dat als die kinderen een snoepje vroegen, krijg ik een erectie. Zo. En toen in 1984 was ik gesteriliseerd. Daar heb ik ook een verhaal over verteld. Dat was nodig. Ik weet niet of u verstand van demografie heeft, dames en heren, maar mijn sterilisatie was van landsbelang. Ik zal u de details besparen, maar ik had te horen gekregen van de sterilisatiekliniek. Na 6 weken moet je ter controle komen. Ik was wat glad vergeten. Dus na 6 weken gaat die telefoon en iemand zegt met de sterilisatiekliniek. Ik zeg, oh, ja. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw sperma moet gecontroleerd worden op werkzame bestanddelen. Ik zeg, oké, hoe gaan we dat aanpakken? En ze zegt, u moet hier binnen 50 minuten met vers sperma zijn. Ik zeg, nou, begin maar te hijgen. Zij begint te hijgen na enkele minuten, zeg ik, het komt er geloof ik aan, wat moet ik doen? En toen zei zij, koppie erbij houden, koppie erbij. Ik zeg, ja, dat is al jaren het probleem bij mij. Dus maar goed, ik vang het op. Ik ga naar die sterilisatiekliniek. Ik denk lekker even anoniem in afzondering dat even laten controleren. Ik kom de wachtkamer binnen. Zit een mannetje of 30 op die stoelen bij elkaar. De een met een bierglas vol sperma. De ander heeft zo'n Duitse pul met zo'n klep vol met sperma. Er zit een man met een Remia frietsaus emmer. Tot aan de rand gevonden. En dan kom ik met mijn koppie de bodem nauwelijks bedekt. Dus ik ga naast die man met die frietsaus in me zitten en ik zeg tegen hem, wat doen die voetstappen op plafond? En die man kijkt omhoog en ik, hoppa! Ze zeggen altijd, je moet op je hoogtepunt stoppen. Nee,
Nee, maar dan zit je met zo'n kopje en op een gegeven moment weet je niet meer precies wat je in je hand hebt. En die secretaresse zat ook in die wachtkamer in een hoekje te bellen met allemaal mensen met de vraag of ze kwamen. En nou ja, ze kwamen natuurlijk allemaal. Ik was ook gekomen en die neemt opeens een slok van de thee en stond erna te denken. Dames en heren, tot slot. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelgericht of aarzelend. Op de tast. Houd je aan de regels. Volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los. Of pak er juist een vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet. En als je aarzelt, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend. Maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang, je bent één van de velen. En tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zal moeten delen. Soms zal moeten zeggen, laat me vrij. Dank u wel.